Het is vandaag maandag en het is oktober en ach, ik vind oktober altijd zo gezellig. Herfst is officieel begonnen. Het was een beetje regenachtig vanochtend, maar het zonnetje komt nu al wel door. Dus het wordt waarschijnlijk een mooie herfstdag. En op maandag ben ik dus altijd vrij van werk op kantoor. Maar op de maandag probeer ik dan het andere werk gedaan te krijgen. Dus ik dacht, ik neem jullie weer gezellig mee een dagje. Want vorige keer is dat best wel goed bevallen. Althans, die opmerkingen kreeg ik in de video. Dus dat vind ik heel leuk. En ja, ik ben zelf heel erg van de cozy video's. Als je mijn abonnementenlijst bekijkt op YouTube, dan zie je ook echt allemaal gewoon van die Amerikaanse YouTubers die hun huis gezellig maken. En gewoon van die kneuterige vlogs. Ja, ik hou ervan. Dus ik ga jullie vandaag meenemen. Ik ga me nu even klaarmaken, een klein beetje. Ik wil namelijk een video filmen apart voor mijn YouTube kanaal. Ik wil het huis nog schoonmaken, boodschapjes doen en gewoon gezellig, leuk. Ik ga nog soep maken, dus dat kan ik ook nog wel laten zien. En ik ben dus bij een pumpkin patch geweest, dus daar moet ik jullie ook nog even over bijpraten. Ik maak even een make-upje af en dan zie ik jullie zo. Dit is trouwens ook echt mega vies en wil ik helemaal weer opruimen en schoonmaken. En dat wil ik even gelijk op mijn lijst zetten. Want ik heb dus een idee om in januari, ik dacht nieuw jaar, nieuwe start, 31 klusjes te doen in januari die ik al veel te lang uitstel. Daar zet ik trouwens ook bij, kwasten schoonmaken. En dat wil ik dan elke dag één klusje op TikTok doen. Mocht je me nog niet volgen op TikTok, dat is Floor Delver. Ik ben dus de laatste tijd helemaal actief erop. Ik vind het helemaal leuk. Dus ik zet erbij make-up kwasten en schoonmaken. En wat zei ik nog meer? Make-up la. Heel wat klusjes staan die ik dan ga doen. Nu al zin in. Oké, ik ben dus nu even in mijn kantoor hier op boven. Het is een beetje ontploft, want ik ben echt druk bezig met het maken van kaarsen. En ik heb heel veel pakketten staan. En inpakmateriaal. Maar ik heb weer twee orders. Dus die ga ik even met jullie inpakken. Ik dacht, dat was misschien wel leuk om te laten zien hoe ik mijn orders inpak. Mocht je het nog niet weten, ik heb dus een eigen kaarsenbedrijfje. Small business. Het is coseason.nl. Kijk, dit is het. En ja, je kunt je kaars op bestellen. En ik kreeg best wel vaak de vraag, hoe bestel ik dan? Maar ik heb nog geen website of zo. Maar je kan hier bij bestel hier, kun je zien wat ik nog heb. En dan kun je gewoon reageren hier in de DM. Er zijn nog een paar dingen in de sale. En voor de rest is dit de herfstcollectie. Heel erg blij mee. En dan kun je gewoon reageren in de DM. En dan stuur je een tikkie. Dus ja, het zijn handgemaakte kaarsen. Dat heb ik hier zo achter de kast, heb ik het allemaal staan. Ze zijn nog 100% natuurlijk en vrij van paraffine, want dat vond ik gewoon heel belangrijk. En ja, ik ben er gewoon weg van. Kijk nou, dit is de Pumpkin Spice. Die ruikt zo lekker. Ik heb hier nog de Fall Festival. Deze is ook heel erg gewild. Het is toch enig. Het ruikt ook echt super lekker. Ik heb hier nog de Esma Candle. Maar dan de Girl More Girls variant. Een beetje zo'n herfstvariant. Ruikt echt mega lekker naar koffie. Met echte koffiebonen. En ik heb nog veel meer. Even kijken. Autumn Air. Die is ook heel erg gewild. Daar heb ik er nog maar 3 van. Deze met een blaadje. En dan heb ik nog de Warm Apple Pie. En de Warm Apple Pie is fantastisch lekker. Echt, als je deze aansteekt, het ruikt gewoon naar letterlijk een appeltaart. Nou, ik pak nu een order voor Rachel. Toevallig een Pumpkin Spice, dus een van deze. Hier heb ik al eentje ingepakt, dus die kan ik mooi gebruiken. En ze wil een Autumn Air kaars. Dus deze is ook voor haar. Ik heb het nu ingepakt en dan doe ik altijd nog wat overheen. En dan teken ik nog of dan pak ik nog een kaartje. En dan heeft er nog iemand wat besteld. Namelijk ook weer de Autumn Air. En even kijken, de Fall Festival. Ga ik ook inpakken deze orders. Dit moeten jullie trouwens zien. Ik heb de pakketjes ingepakt. En ik ga zo filmen voor een video.
En ik wil nog iets in deze vlog laten zien. Maar ik wil ook nog wat anders laten zien. Oh, fantastisch toch? Kijk nou. Ik heb deze los besteld bij West Wing. Want die kon je ook in de adventskalender krijgen. Maar ik kan ze ook gewoon los bestellen. Deze glazen. Dit is toch fantastisch. Die candy cane glazen. Ik ben er echt weg van. Dus die moet ik zo nog even opbergen. Maar die heb ik dus bij West Wing besteld. Oké, het lijkt net alsof ik nu een video ga filmen. En dat ga ik ook doen. Maar ik wil jullie eerst nog even wat laten zien. Want zoals je misschien weet, als je me al langer volgt, heb ik posters door heel het huis staan van Desenio. En Desenio vroeg of ik weer wat wilde ontvangen. En jongens, ik heb een 45% kortingscode voor jullie van Desenio. Dat zal ik wel gelijk even benoemen. Met deze kortingscode Floor45 krijg je dus 45% korting op alle posters van Desenio. Je krijgt 15% korting op canvas en 10% korting op lijsten. Helemaal top. Ik heb dus echt iets fantastisch besteld. Je krijgt het altijd trouwens ook heel mooi binnen. Want ja, het is nog niet kerst, maar in mijn hoofd al wel een beetje. En toen zag ik dit en toen dacht ik, ja maar dit wil ik. Dit wil ik. In ons huis. Ik weet niet of je het kan zien, maar het is een mistletoe. En dan staat er onder Floor en Sander onder de mistletoe. Helemaal leuk. En het is gewoon alsof het getekend is. Ik vind dit zo mooi. Even zien. Want ik had in gedachten, ik heb ook een lijst besteld. Om dat daar misschien op te hangen. Want dat is nog een leeg wit vlak. Dat karton moet nog weggegooid worden. Misschien leuk. Want de kerstboom komt waar de boom nu staat. Olijfboom. En dan heb je daar zo'n lijst met Meet Me Under the Mistletoe. Heel leuk, denk ik. Mooi, hè? Ja, ik vind het echt prachtig. Ik ga hem zo gelijk in de lijst doen. En er kwam nog veel meer binnen. Oké, laten we het samen openmaken. Kijk hoe mega groot deze doos is. There's art inside. Oh, oh, oh. Wauw. Ja, want ik dacht ik kan wel zo'n grote kerstposter bestellen. Maar dan wil ik het elk seizoen veranderen. Dus ik wilde ook een herfstvariant. Ik heb hier trouwens deze. Vind ik ook echt heel mooi. Die wil ik daar rechtsbovenin doen. Wauw, dit vind ik echt prachtig. Ik heb nog deze. Een beetje arty. Ik dacht dat kan altijd in de zomer en de lente gewoon clean. Oh, ik wist helemaal niet meer dat ik deze ook had besteld. Ook leuk. Voor de januari periode of zo. Nou, en we hebben natuurlijk nog een mega frame. Dus dat is dit. Deze is trouwens 50x70. Dus die posters zijn ook allemaal 50x70. En dan heb ik dus van dat eikenhout. Want dat heb ik eigenlijk door heel mijn huis. Oké, en dit wil ik jullie ook nog laten zien. Want je hebt dus ook kerstkaarten bij Desenio. En ze hebben er heel veel soorten. Oh, ik vond ze allemaal echt prachtig. Maar ik ben voor deze gegaan. Die heb ik vorig jaar ook besteld. Ja, ik vind deze gewoon heel erg mooi. Er zitten hier zulke mooie plaatjes bij. Die is ook leuk. Merry and Bright. Warm wishes, holly jolly. Dus met mijn kortingscode Floor45, 45% korting op alle posters, 15% korting op alle canvas en 10% korting op lijsten. Check het. Ik ga dit allemaal een plekje geven en dan kom ik zo bij jullie terug. Oké, ik heb hier dus in onze tv-kast heb ik deze staan. En die wil ik wel even een keer weer verwisselen. Dus dan ga ik nu een beetje die bruinige doen die we net hebben laten zien. Even kijken. Deze. Deze ga ik erin doen. Zoals je ziet ben ik gewoon echt een fan van Desenio. Want ik heb hier alleen al hierachter 6 posters. Maar ik laat dat er dus altijd achter. Want dan weet ik zeker dat het niet kreukt. Dus die doe ik ervoor. En deze kunnen ze dan gewoon weer achter. En zo kun je het altijd lekker verwisselen. Ik vind dit heel mooi. Echt zo'n mooie bruin tint. Ik heb hem erin. Het idee is dus om hem hier te doen. Maar hoe ga ik het jullie laten zien? Want ik kan het nog niet ophangen. Even kijken. Zoiets. Ergens. Denk ik. In ieder geval. Prachtig. Oké, gelukkig moet Sander het karton nog doen. Dus ik ga dat nu even allemaal opruimen. En dan ga ik een video filmen. En dan ga ik schoonmaken. Oh nee, eerst boodschappen doen. Zo, ik heb gefilmd. Tijd om even te zitten en water te drinken. Hoe mooi is trouwens deze bosbloemen. Heb ik van een vriendje van mij gekregen. Super lief. Maar ik ga zo boodschappen doen.
En dan kijk ik altijd even in de HelloFresh recepten wat ik wil gaan maken. Ik heb hier, als het goed is, oh, ik hoop het zo, heb ik dat gedaan. Ja. Groentesoep. Ik heb laatst een groentesoep gegeten. Super easy, maar dit is het recept. Screenshot het even. Dit. Dit is trouwens een receptenboek die ik zelf heb gemaakt. Echt super leuk. En iedereen die hier langskomt, dat is een beetje het ding geworden, schrijft hier dan een recept in. Dus we hebben een recept van, nou ja, echt allemaal vriendinnen en zo die hier dan komen. Echt mega leuk. Maar ik heb dus laatst groentesoep gemaakt en die was zo lekker. En ik was gisteren bij mijn vader en ik zou even wat foto's hier in beeld doen. Hij heeft zeg maar een eigen tuin, maar met een kas en moestuin. En het was echt fantastisch. Toch, ik ben daar echt jaloers op. Ik wil dat later, als we een ander huis hebben bijvoorbeeld. Nou, mijn droom... Oké, wacht. Ik moet even met jullie kletsen. Mijn droom is dus echt een boerderijwoning. Mijn familie komt van de boerderij. Dus ja, ik vind dat gewoon leuk. Ik heb gewoon heel veel ook met dieren. Dus altijd als ik bij mijn vader kom ook. Ja, hij heeft kippen en een grote tuin en zo. Ja, ik hou ervan. Dus we gingen gisteren een beetje in die moestuin. Mijn moeder komt trouwens ook van de boerderij. En die woont nu ook op een... Niet op een boerderij, maar echt zo'n mooie landelijke woning. Ja, fantastisch. Dus wellicht ooit. Dan wil ik ook geiten en zo. Sander niet. Maar oké, dat zien we dan wel. Maar toen waren we dus bezig met moestuin. En toen zei mijn vader, haal maar prei uit. Knolselderij, gele biet. Dus toen hebben we gisteren echt fantastisch gegeten. Mijn vader kan echt heel goed koken. Love it. En toen hadden we wat over. Nou, en dat vindt hij dan leuk als ik dan wat meeneem zeg maar, naar huis en daar weer ga koken. Ik hou ervan. Dus ik heb hier wat bleekselderij vanuit zijn moestuin. Ik heb wat prei vanuit de moestuin. En ik heb echt super lief 10 eieren van de kippen. Dus ja, helemaal leuk. Nu wil ik dus die groentesoep maken. En daarin zit ook prei en bleekselderij. Dus dat scheelt mij weer boodschappen doen. Dus ik wil heel even opschrijven qua boodschappen wat ik allemaal moet halen. Ik doe dat eigenlijk altijd in mijn notities. En dan vink ik het gewoon af. En dan ga ik even kijken wat we deze week gaan eten. En dat ga ik dan halen qua boodschappen. Dus daar ga ik nu even lekker naar kijken. En ondertussen ga ik nog even wat administratie wegwerken achter de laptop. En dan gaan we daarna lekker boodschapjes doen. Oké, ik zit in de auto en ik ga even met mijn zus wat boodschappen doen. Want zij was weer een theetje doen. En toen zei ze, ik moet nog boodschappen doen. Toen zei ik, oh, ik ook. Dus we gaan het nu lekker samen doen. Dat is wel gezellig. dus we gaan nu even naar de karwei. Want ik heb pakketjes die ik op de post moet doen. En daar heb je een PostNL-punt. En dan gaan we nog even naar de Hema en naar de Ethos. Want zij moest daar nog even heen. Dus daar ga ik wel even mee. En dan naar de Dirk boodschappen doen samen. Dus helemaal zin in. En dan gaan we naar huis poetsen. Dus let's go. De blaadjes zijn al zo mooi aan het verkleuren. Zo mooi, dat oranje. Zo, we gaan nu naar de Ethos en zo. Maar kijk, het is echt herfst aan het worden. Ja, het is herfst. Die boom is ook echt prachtig. Heel mooi rood. Wij zijn nu bij de Xenos. En er is echt zoveel kleur. Ziet er wel heel grappig uit. Hier ook die borden, die zie ik heel veel op TikTok. Even een pitstop bij de Hema. Lekker appelsapje en een broodje brie. Nou, ik heb boodschappen gedaan. Kijk hoe leuk het is om zo thuis te komen. Ik was gisteren naar de pumpkin patch geweest. En ik heb gelijk deze planten gehad. Het was zo leuk. Helemaal zo'n gezellig hoekje van gemaakt. Zo, eindelijk weer lekker thuis. En dan gaan we er maar weer... Oeh, dat ging net goed. Tegenaan, want ik wil het huis nog even schoonmaken. En we doen nog even een boodschappenshoplog. Dus ik ga mijn haar ook even lekker vast doen. Doe jij dat ook altijd als je thuis komt? Als ik niks meer heb en ik kom thuis. Het eerste wat ik doe, is mijn haar vast. Chill kleding aan. En gewoon ultiem genieten, zeg maar. Ik denk dat ik zo ook even een shirt aan doe. Want het is eigenlijk best wel warm. Ook al is het herfst. Het is 20 graden buiten. En ik heb een kooltruisje aan. En als ik dan ga poetsen, dan word ik het altijd, krijg ik het helemaal warm. Maar goed, shoplog. Ik was dus even met mijn zus. Ze kwam spontaan even langs wat ophalen. Hebben een theetje gedaan. En toen zei ze dat ze nog dingen moest halen in de stad. En toen zei ik dat ik boodschappen moest doen. Zij ook. Toen dachten we, nou, gaan we gewoon lekker met z'n tweeën dat doen. Net zo gezellig. Dus dat hebben we spontaan gedaan. Nou, ik heb een maandverband gehad. En toevallig was er een actie. Want je kreeg bij twee
kreeg je er ook nog driftvaatwastabletten bij. Nou, super chill. Ik heb dit gehad bij de Action. Niet nodig, maar ik dacht, ga ik gelijk proberen. Dus dat ga ik in deze vlog gelijk even testen. Maar dit is toiletfoam. Ik dacht, nou, gaan we proberen. Blijkbaar wordt je wc daar goed schoon van. En ik vind foam in de wc heel leuk. Ik heb maisbrood. Heb ik 2 gehad. Ik zie dat er eentje is losgegaan. Dus die maak ik even opnieuw vast. Maisbrood vind ik echt zo lekker. Eigenlijk hebben we altijd ook wel bruin brood. Maar dat hebben we nog. Dus ik dacht, dan doe ik nu weer wat maisbrood. Ik heb stokbrood voor vanavond. Want we eten dus soep. Ik heb zero sugar ranja. Want dat drinkt Sander altijd. Ik drink eigenlijk heel saai alleen maar water en thee. Ik heb patat, want dat was op. Honing. Curry was op. Ik heb bruine bolletjes. Kipfilet. Een losse witte ui. Die heb ik voor vanavond nodig. Ik heb nog kipblokjes. Griekse yoghurt. En dan nog komkommer. Dat hebben we eigenlijk altijd in huis. En paprika hebben we ook altijd in huis. En dan heb ik nog een winterpeen. Die gaat in de soep voor vanavond. En deze bloemkool gaat ook in de soep vanavond. En dan heb ik ook nog selderij wat ik in de soep ga doen. En de prei. Dus het wordt echt een groentesoep. Vol met groenten. Ik vind het zo lekker. Dus dat was het. Korte boodschap. En dat waren dus de boodschappen voor de week. Je zult vast denken, dat is best weinig. Maar dat klopt. Het geluk is als je met z'n tweeën woont, althans dat merk ik. Vaak als ik gerechten kook, dan heb je best wel veel. Bijvoorbeeld vorige week had ik een currygerecht gemaakt. Lasagne gerecht gemaakt. En dan heb je gewoon een hele overschotel, zeg maar. En je eet met z'n tweeën. Dus er is altijd wat over. Dus het overige vries ik dan in. Dus deze week kunnen we dat ook weer opeten. Dus dat is wel chill. En ik heb deze gehad van de Action. Want die was in de actie voor 15 euro. En ja, dit is echt een grote lekkere deken. Ik dacht, dat is wel lekker voor op de bank. We hebben al wel wat dekentjes hier bij de bank, maar nooit genoeg dekens. En ik dacht, er kan er ook één bijvoorbeeld bij ons op de slaapkamer. Dus deze wil ik even losmaken, want dan wil ik hem even in de was gooien. En dan doe ik hem gewoon op een zachte centrifuge en niet te heet. Gewoon een wol of zo. Ik denk dat ik een standje wol ga wassen. Maar ik wil het wel gewoon even wassen. Oh, wat lekker. Oh, heerlijk. Dit is zo zacht. Niet normaal. Dus die gooi ik gelijk in de was. Ga ik het hier opruimen en schoonmaken. Het hele huis poetsen. Dat moet ook gebeuren. Oeps. Dat is echt zonde. Er is een pompoen gevallen. Helaas. Nou, en opgeruimd. Ik wilde net de toiletten gaan schoonmaken. Dus dat ga ik nu eerst doen. En dan wil ik even dat nieuwe testen wat ik bij de Action heb gehaald. Deze. Dus let's go. Dit is before. Niet dat je veel verschil gaat zien, maar goed. Even kijken. Let's go. Hoe vaak maken jullie je huis schoon? Ik ben daar echt benieuwd naar. Ik doe het dus echt elke week. En maar dat vind ik ook fijn, want dan hoef je het alleen maar bij te houden. Maar ik ben wel benieuwd hoe vaak, als je een huis hebt, hoe vaak je het huis schoonmaakt. Hoe vaak je het toilet bijvoorbeeld schoonmaakt. Ja, let me know. Okay, ik heb de wc schoongemaakt en nu ga ik dus dit gebruiken. Maar ik zou dus bij god niet weten hoe dit werkt. Ik ga gewoon proberen. Okay, eerst schudden. Hoe zit dit dan ook? Moet ik het er gewoon in? Oeh. Huh? Ah! Oh mijn god. Oh mijn god, wat is dit? Dit ruikt mega lekker. Je moet hier gewoon op drukken en dan spreekt het er zo in. Oké, ik heb nu echt wel zat. En dan ga je met de toiletborstel er doorheen. Oh, dit ruikt heel lekker. Ik heb ook daar gespreekt, dus dat moet ik even schoonmaken. Oké, het ruikt hier echt mega lekker. Dus tipje, koop die bij de Action. Dat is echt top. Nou, ik heb het hele huis schoongemaakt en nu ga ik alleen nog dweilen. Dus dat ga ik nu doen. Ik vind het zo'n lekker gevoel als alles lekker schoongemaakt is. Maar goed, ik ga lekker alvast beginnen met het eten maken. Het is 4:30 geweest. Maar ik moet nog wel even lang koken. Dus ik ga lekker soepje maken. Groentesoep. Jullie hebben het recept aan het begin van de video dus al kunnen zien. En ondertussen lekker Gilmore Girls kijken. Thank you.
overgebleven groenten. Zoals het loof om de bloemkool heen en zo. Dat gaan we naar mijn konijntjes doen. Kijk, ik heb nu links de poster opgehangen. We hadden hier nog een andere. En die heb ik nu daar gedaan. Heel leuk boven ons bed. En dan heb ik hier, die had ik eerst boven het bed, die heb ik nu hier gedaan. En die andere van de Senio heb ik hier. Helemaal leuk. Ik zie er lekker verstrooid uit van het koken en het schoonmaken. Maar ik ga nu lekker bananenbrood maken, want daar heb ik zin in. En een banaan moet op. En daarna heerlijk een avondje Girl More Girls kijken. Douchen, haar wassen en chillen. Dus ik wil jullie alvast bedanken voor het kijken naar deze video. Vond je nou leuk? Doe dan even een duimpje omhoog. Vergeet je niet te abonneren op mijn YouTube kanaal. En dan zie ik jullie tot een volgende video weer. Doei!